Eindhoven en Helmond, twee Jupiler League veteranen. Eindhoven bezig aan seizoen 57, is daarmee recordhouder. Helmond staat derde, bezig aan seizoen 48. En Helmond begint heerlijk, hier wat. Probeert het gelijk maar eens. Had een fraai begin geweest van een prachtige derby. Nog altijd in de eerste minuut. Kabangu met heel veel vrijheid, maar niet met het doelpunt. De redding van Gassel. Eindhoven wil hem graag nog een keer huren van A-agent. A-agent heeft een hoop andere kapers ook op de kust. Het is een heerlijk aantrekkelijke wedstrijd met opnieuw Hiwat. Die dribbelt naar binnen en die vindt de vuisten van doelman Hooibergs. Nog altijd geen doelpunten. Dat is wel frappant, want Eindhoven krijgt de meeste doelpunten tegen tot nu toe. Asiente die verspeelt, die storg de bal en dan is Nouts trefzeker. Tja, zo kom je dus nooit van dat stempel van lekker verdediging af. Als je zo verdedigt als Rodri Asiente. Heel ervaren, maar dat is hier niet te zien. En Nouts dankbaar en hij schiet Helmond op voorsprong in de derby. Helmond kan bij een zege over Eindhoven heen op de ranglijst. Hoewel het eigenlijk nergens meer om gaat, tel dat natuurlijk wel. Thomassen. Had hier Helmond op een riantere voorsprong kunnen schieten. Eindhoven mist topschutter Mark Lieder. Hij is geschorst. Dit is Van den Bomen. Die Lieder, dat is natuurlijk wel een gemis. Maakte er al 25 dit jaar. Betrokken bij 55% van de doelpunten van Eindhoven. Nouts sterk in de combinatie en Jansen op de paal. Dat had doelman Hooibergs echt niet door. Maar hij wordt gered door het doel achter hem. Asiente. Kabangu, Van den Bomen. Eindhoven dringt aan. Van der Velde, een heerlijke uithaal zeg. Een prachtige gelijkmaker van Thibaut van der Velde. Ja, hij deed het vrijdag al met zijn linkerbeen. Krulde hij hem ook in de kruising. Doet het nu eens dunnetjes over. Een heerlijke treffer. Ja, komt Helmond weer. Ja, het haalt niet op tot nu toe. Hier wat. Thomassen, hoe krijg je het voor elkaar? Ja, Hendriksen heeft er applaus voor over. Ongetwijfeld een cynisch handgeklap. Wat een misser zeg. Aan de andere kant weer. Van der Velde, ja hoor. Dat moeten ze toch weten bij Helmond Sport dat hij naar zijn links gaat. Maar Jansen is dat even vergeten. En Van der Velde doet het opnieuw. Een fenomeen met links. En Eindhoven dus op voorsprong. Thomassen opnieuw en nu is hij wat ongelukkig. Wat gebeurt er dan veel in die tweede helft? Twee goals gezien, twee ballen op de paal. Een grote misser en nog altijd ruim een half uur te spelen. Deze derby verveelt echt niet. Boerdoeks. Hier is Nouts. Nouts, die zoekt naar ruimte voor het schot. Vindt die ruimte en 2-2. Het kan niet op vanavond in het Jan Lauwersstadion. En de meegereisde supporters uit Helmond vieren ook weer eventjes feest. Knappe treffer van Arne Nouts. Hier is hij weer, Van der Velde, die wil naar zijn linkerbeen. Dat weet Jansen toch, nou met rechts kan het ook. Prachtige assist. En nu Thibaut swingen met een 3-2. Het voorbereidende werk nu van der Velde. En andermaal een Thibaut die scoort. Nu luidt zijn achternaam swingen, knappe volley met rechts. En opnieuw de voorsprong voor Eindhoven. Kabangu, hij nog niet op het scorenformulier. Komt daar nu verandering in? Het antwoord is nee. Schuift de bal naast het doel van Gassel. Zo blijft Helmond Sport nog in leven. Vicento erin gevallen. Hier wat richting Vicento. Die kopt tegen de keeper aan, maar duwt daarbij. En dus gaat dit allemaal niet door. Eindhoven verslaat Helmond Sport na een heerlijk gevecht met 3-2. En dus viert het blauwe gedeelte van het Jan Lauwersstadion feest. We'll be right back.